Tot midden jaren 60 was je afhankelijk van of de radio of van LP's en singeltjes of jukebox om te horen wat je wilde horen. Dus kortom, je was afhankelijk van wat er op zo'n plaat stond. Maar platen hebben de neiging om meestal twee goede nummers te bevatten of drie en de rest is gewoon helemaal niet zo leuk. Dus kortom, dat je zelf kon gaan mixen met muziek is echt vastgeknoopt aan die uitvinding van die cassette record en cassette bandje. Nou, wat heel erg mooi is van een cassettebandje, dat je het per definitie kunt kopiëren. Die kopieën worden wel steeds slechter als je een kopie van een kopie van een kopie maakt. Maar als je één master hebt en die kunt kopiëren, dan kun je aan je vriendjes dezelfde muziek laten horen waar je enthousiast over bent. Dus het is heel erg mooi om muziek die je mooi vindt te delen. Wat ik heel leuk is van cassettes altijd geweest in jeugdcultuur, dat jonge mensen zelf mixen gingen maken. Dus zelf een compilatie konden maken, ook daar was je niet meer afhankelijk van het formaat van LP, maar kun je zelf iets maken wat je zelf maakt. Dat kun je doorgeven aan je vriendjes. Als je een lipje afbrak, dan was het onmogelijk om dat bandje opnieuw op te nemen. Een soort beveiliging was dat, maar die was natuurlijk makkelijk te omzeilen. Dan kon je een plakbandje omheen doen en dan ging het wel weer. Ja. Heavy metal was, dus die hele stevige muziek van Black Sabbath, Britse heavy metal was eigenlijk helemaal niet populair in Amerika. De grote maatschappijen zagen daar helemaal niet zoveel in. En het aardige is dat die Britse metal, dat die eigenlijk via cassettes in Amerika onder jonge mensen verdeeld is. Dus je ziet dat het echt bijgedragen heeft aan de ontwikkeling van de populariteit van een bepaalde stijl in een ander land. Heavy metal is een goed voorbeeld, maar het tweede goede voorbeeld is eigenlijk de hip-hop. Hip-hop bestond midden jaren 70, eind jaren 70, bijvoorbeeld in de Bronx in New York, in een grote stad. Daar waren discjockeys die optraden en van hun set maakten ze een cassette en die cassettes werden dan verkocht. En ook daar zie je eigenlijk weer dat van onderop muziek populair wordt onder jonge mensen, omdat het met die cassette onder de mensen komt. Up to the black, to the white, the red and the brown, the purple and yellow. But first I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock, you don't stop, rock the rhythm and I'll make your body rock. Wat jonge mensen zelf ontwikkelden op street level of in hun buurt of wat ze leuk vinden, dat konden ze voor het eerst echt gaan delen. En dat heeft de visie in de industrie wel moeten veranderen. Want ja, de industrie heeft altijd top-down gewerkt van wij scouten talent, dat ontwikkelen we en dan brengen we dat als plaat op de markt. Terwijl de cassette maakt in feite mogelijk dat de firma een omgekeerde beweging is. Jonge mensen doen allerlei dingen met cassettes, dat wordt gezien en dan wordt er gedacht van hé, misschien moeten we dat eens gaan ontwikkelen. Nou, het is enorm belangrijk geweest voor de verspreiding van muziek in die ontwikkelingslanden, omdat de cassette was veel minder gevoelig voor hitte dan de singeltje of de LP. En ja, nogmaals, je kon die cassettes kon je eindeloos dubben, dus je kon er eindeloos kopieën van maken. Dus dat betekende dat het natuurlijk heel illegaal kopiëren, zoals dat toen heette en wat ook natuurlijk was, in de hand gewerkt heeft. Maar dat heeft wel tot effect gehad dat allerlei mensen muziek konden kopen die ze anders waarschijnlijk nooit hadden kunnen kopen. Toen Edison de plaat uitvond, dacht hij ook van als we stemmen kunnen opnemen op een plaat, of toen was dat nog een wasrol, daar had hij een heel mooi idee bij. Dat zou heel mooi zijn om bijvoorbeeld de laatste woorden van stervenden om die op te nemen. Dat hun familie dat altijd zou hebben. Dat is een mooi idee, maar wat hij niet bedacht, maar wat volstrekt dominant geworden is, muziek. Muziek is toch wel, ja, veruit de belangrijkste manier waarop de cassettebandje gebruikt is. Vier de 50ste verjaardag van de compactcassette mee met de speciale luistertentoonstelling in het Philips Museum.